Team of the Season is begonnen. Hopelijk hebben jullie allemaal een goede weekend league, zodat jullie goede pickjes krijgen. Met natuurlijk Team of the Season erin. Wij gaan het vandaag hebben over transfers, de nieuwste transferontwikkelingen in de transferwereld. Veel over Nederlandse transfers. En er gebeurt de afgelopen tijd best wel wat. In de komende paar weken gaan we sowieso veel dingen horen. Nieuwe contracten gaan getekend worden en spelers gaan vertrekken. Denk aan mensen als Messi, als Alaba. Dat moet in de komende weken allemaal boven tafel komen. Dus er zijn spannende weken voor de boeg. Vandaag gaan we het ook over interessante dingen hebben. En zoals ik net al zei, is de Team of the Season nu eindelijk gekomen. Dus wil jij nou Team of the Season spekken? Wil jij FIFA punten kopen om packies open te maken? Dan kan je die halen op startselect.com. Het linkje van Startselect staat bovenin de beschrijving. En met de kortingscode Twinity krijg je een kleine korting bovenop jouw aankoop. Je helpt Twinity er enorm mee als je daar je codes bestelt. En ook je eigen portemonnee. Het is maar een kleine korting, maar iedere korting is wat. En als je vaak iets zou bestellen, dan is het best wel wat geld. Onder de streep misschien. Dus, als je FIFA punten zoekt, halen we StatSelect. Meest betrouwbare website die er maar is. Je hebt je linkje of je hebt je code meteen in je e-mailbox. Oké, transfers. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. De meest besproken Nederlandse transfer van deze week. Pasveer. Pasveer die een transfer maakt van Vitesse naar Ajax. Kom eigenlijk een beetje uit het niets, misschien wel met betrekking tot de bekerfinale. Lijkt me eigenlijk sterk, ik denk dat ze pas ver daarvoor al volgde. Als Ajax echt intenties had dus om een nieuwe keeper te halen, begrijp ik niet zo goed waarom ze niet voor Drommel zijn gegaan. Aangezien hij nog veel jonger is en een betere potentie heeft dan pas ver natuurlijk. Ja, daarnaast is pas ver dit seizoen gewoon een hele goede keeper bij Vitesse. Maar ja, voor hoe lang die bij Ajax kan blijven, lijkt mij sterk dat hij echt veel kans gaat maken. Ik denk dat Ajax nog altijd nog een keeper erbij zou willen gaan kopen. Het is een beetje een aparte transfer. Dat is het gewoon. Kijk ook gratis over om Vitesse. Heeft een goed seizoen gehad. Dus dikke prima. Eerder zagen we dit soort aankopen bij Ajax ook al op doel. Toen ze Lamproe en Benjamin van Leer van Roda destijds haalden. Ja, weet je, ik weet niet of dit echt gaat werken. Maar goed, het heeft natuurlijk allemaal te maken met de volgende transfer. Of ja, transfer met André Onana. Nou ja, hij gaat waarschijnlijk weg bij Ajax. Zijn contractonderhandelingen gaan niet goed met Ajax. Wat ik apart vind, want hij zit eigenlijk in een situatie waar hij vrij weinig te zeggen heeft. Hij mag niet spelen natuurlijk door dat drugsgeval waar hij niet per se heel veel aan kon doen. Maar goed, hij zit nu thuis. Of hij traint nog wel geloof ik. Ik denk dat dat wel mag. Maar logisch. En hij heeft geen wedstrijdritme meer dadelijk als hij terugkomt. Ajax wil hem verkopen, maar welke club wil nou een keeper kopen die niet mag spelen? Dus dat lijkt mij een hele lastige zaak. Ajax wil wel proberen zijn contract of zijn schorsing te verkorten, dus te versoepelen. Dat hij misschien vanaf de zomer wel weer mag gaan spelen. Als dat zou lukken, zou dat betekenen dat hij deze zomer waarschijnlijk wel verkocht zou kunnen worden. Ja, wie zijn er geïnteresseerd in Onana? Eerder werden ploegen genoemd als Barcelona en Chelsea. Maar ja, Barcelona, daar keept er Stegen enorm goed. En bij Chelsea hebben ze die Mandi al gehaald. Dus daar lijken wij ploegen die misschien nu niet meer geïnteresseerd zijn. Ploegen die momenteel wel geïnteresseerd zijn, die zijn er niet echt. Dus ik denk dat ze of moeten hopen om misschien toch, ja, toch zo'n grote ploeg als Chelsea die een backup keeper zoekt ofzo. Maar het is gewoon heel leuk voor Onana hoe zijn carrière in één keer door de wc gespoeld is. Laten we hopen voor hem dat er nog een Europese topclub te wachten zit op een keeper als Onana. Want hij kan het wel, maar hij mag het nu niet. Hij kan gewoon niet keepen. Ja, dat is het gewoon. En laten we dan meteen de laatste Ajax-transfer van deze video bespreken. Veel over Ajax, maar ja, er gebeurt ook veel. Want ja, het is daar niet helemaal stil momenteel. De laatste is Tagliafico. En Tagliafico, daar hoor je oprecht veel van de afgelopen paar dagen. Ajax wil Tagliafico best wel graag verkopen deze zomer. Tagliafico is al ondertussen 28 jaar oud. En Tagliafico is een van de enige spelers bij Ajax die ze nog echt veel geld kan opleveren. Nou, dat is niet waar. Je hebt ook nog Neres en een Anthony. Maar toch willen ze Tagliafico best wel graag kwijt. En de Europese top, die ligt er niet om. Bijna heel Europa zou Tagliafico wel willen hebben als linksback. Wat logisch is. Leeds United, wat niet echt behoort tot de Europese top. Maar ook Manchester City, Atletico Madrid en Inter zouden interesse hebben. Leeds zou momenteel het meest concreet zijn. En Ajax zou een bedrag dat kan oplopen tot 40 miljoen euro voor Tagliafico kunnen krijgen. Ik denk dat ze met 30 miljoen euro ook al tevreden kunnen zijn. Maar goed, 40 miljoen is de vraagprijs. Dan zullen ze zich vast wel
aan proberen vasthouden. En dat zou natuurlijk een astronomisch bedrag zijn als Ajax dat kan krijgen voor een linksback. Wat is de beste keuze voor Nico Tagliafico zelf? Ik denk dat hij bij Leeds United de meeste speeltijd kan krijgen natuurlijk. City heeft al heel lang best wel een beetje problemen met leftbacks gehad. En die zoeken daar denk ik nog altijd wel wat meer diepte in. Dus dat zou ook denk ik wel een plek zijn waar hij best veel kan spelen met een leuke speelstijl. Waar hij ook goed in kan passen als je van Ajax afkomt denk ik. En Atletico Madrid lijkt mij niet. We zagen natuurlijk een paar jaar geleden Arias die van de Eredivisie naar Atletico ging. Die heeft het daar geloof ik niet super goed gedaan. Weet ik eigenlijk niet. Maar ik geloof dat hij daarna weer weg is gegaan. Als ik het goed heb. Ja, echt heel lullig. Is nu uitgeleend naar Bayer Leverkusen. En heeft pas één wedstrijd gespeeld. Misschien is hij geblesseerd geweest, maar goed. Ja, dat is niet helemaal goed gegaan. En Inter zou ook kunnen. Maar ik denk dat daar de concurrentie ook best wel lastig is. Ik geloof dat Inter ook wel op zoek is naar een back. Dus misschien is dat ook wel een mooie ploeg. Maar goed, Ajax kan hem verkopen. En dan Alaba. Toch wel een transferverhaal waar we het veel en vaak over hebben gehad. Hij gaat weg bij Bayer. Dat is al heel lang bekend. Maar de ploeg waar hij naartoe gaat, ja, dat leek heel lang eigenlijk al Real Madrid te zijn. Toen dachten mensen even van, ja, maar Barcelona gaat het ook echt proberen. En nu denken mensen weer eigenlijk van, oké, het is klaar, Real Madrid gaat hem aantrekken. En klopt, het is een gratis speler. En dan vraag je je af, waarom staat er dan 20 tot 30 miljoen in beeld? Waarschijnlijk zet ik 30 in beeld. Nou, dat is een tekenbonus die Alaba gaat krijgen bij Real Madrid. En dat doet hij dus, natuurlijk omdat die transfer waar hij vertrekt, kan Real Madrid hem gratis kopen. Maar hij vraagt dan een enorm hoge tekenbonus, omdat eigenlijk Real het toch geen geld kost voor de rest buiten zijn salaris. Dus dan kunnen ze dit er bovenop betalen. En het is belachelijk als dit gebeurt. Dit zijn de geruchten en de bronnen uit Spanje momenteel. En ja, met die 20 tot 30 miljoen euro slaat Real Madrid gewoon de concurrentie van Barcelona en van Liverpool, die werden ook nog wel een beetje genoemd, volledig af. Een belachelijk bedrag voor een vrije speler. 20 tot 30 miljoen euro. Alaba is ook wel iets ouder. Dus wel een hele goede voetballer. En ik denk dat Real Madrid er wel plezier van kan beleven. Maar het is wel echt heel raar. Ja, en dat er verdedigers nodig zijn bij Real, dat is geen leugen. Want als Alaba komt, dan gaan er misschien wel een aantal andere dingen gebeuren. Ten eerste, Sergio Ramos. Zijn contract loopt, as we speak, over iets meer dan 2 maanden af. En zolang hij niet verlengd gaat worden, ja, dan zijn er wel problemen. Want ja, dan gaat die transfervrij weg. En dan zal ook hij waarschijnlijk een unit van een tekenbonus gaan krijgen. En hoe oneerlijk is het voor Sergio Ramos als je ziet dat Alaba 30 miljoen krijgt. Terwijl hij zelf ook geloof ik gewoon een groter contract wil. Maar goed, daar gaan we niet over hebben. Wel over Varane. Want over Varane is deze week ook veel te doen. Hij zou in een, ja, toch wel niet meer in het eerste stadium van een transferontwikkeling zitten met Manchester United. De vraag is hierbij altijd nog wel, hoeveel moeten we geloven? Want er staan zoveel onzingeruchten op internet. United zou wel interesse hebben in Varane. En dit zou een hele interessante transfer kunnen zijn. Want dit zou natuurlijk gelinkt zijn aan de komst van Alaba. Varane heeft wel nog een langer contract dan 1 jaar. Dus die loopt geloof ik tot 2022. De prijs zou rond de 70 miljoen euro moeten liggen. Maar ja, Varane is wel een van 's werelds beste verdedigers in de afgelopen paar jaar. Dus het zou een hele mooie transfer zijn. Dan zou denk ik ook een hele transferprobleem als Varane in een goede vorm in United gaat spelen. Deels zal opgelost zijn in de verdediging. Alhoewel doet United het de afgelopen tijd toch wel al beter achterin dan dat ze dat een jaar geleden bijvoorbeeld deden. Toch is Varane hartstikke welkom in Manchester en zou het echt een prachtige transfer zijn. Timmy Abraham speelde zo goed vorig seizoen voor Chelsea. Dit seizoen aan het begin wel wat gespeeld, maar sinds dat Thomas Tuchel de macht heeft in Londen gaat het niet meer gebeuren. Ja, Timmy Abraham is een beetje op een zijspoor beland, terwijl eigenlijk Hakim Ziyech, waarbij we dat ook dachten, trouwens steeds beter doet. Maar ja, Abraham moet eigenlijk vertrekken. Het is zonde, maar het is wel waar. Hij is nog jong. Hij heeft wel even een contract. Hij heeft een transferwaarde van 40 miljoen euro. Maar als hij niet in de plannen voorkomt, kan hij beter weggaan. En er zou interesse zijn in de Premier League, namelijk van Leicester City. Het zou een prachtige ploeg zijn als hij daar kan spelen en ook echt gewoon van een belangrijke waarde kan gaan zijn. Ik denk dat Leicester heel blij kan zijn met een aanvaller als hij. Hij heeft momenteel een transferwaarde van rond de 40 miljoen euro. Ik weet niet of Leicester dit ook daadwerkelijk kan betalen, maar laten we het toch maar eventjes als prijs stellen. Kijk, als Abraham die transfer maakt, speelt hij volgend jaar waarschijnlijk gewoon Champions League voetbal. En Leicester is echt wel een hele mooie trend aan het neerzetten de afgelopen paar jaar. Het is echt geen schande om van Chelsea naar Leicester te gaan als je bij die ploeg meer kan spelen. Hij is pas 23, hij kan nog heel veel moois maken van zijn carrière. En ik denk dat hij deze stap wel echt moet maken. Dan, Barcelona. Doen het natuurlijk heel goed, maar er moet ook wel echt wat gaan gebeuren deze zomer.
Om te beginnen met Umtiti. Speelt daar ondertussen geloof ik al 5 jaar. Zijn contract loopt bijna af als ik het goed heb. En Koeman wil hem echt kwijt. Barcelona kocht hem ooit voor 25 miljoen euro. Hij heeft nu nog maar een transferwaarde van 10 miljoen euro. Zijn contract loopt trouwens nog tot 2023. En hij speelt niet meer. Hij moet weg, want hij geeft een enorm groot contract. En het is echt een last op de schouders van Barcelona. En dit soort spelers moeten gewoon vertrekken. Kijk, Barcelona heeft al lang laten zien dat ze hem niet meer nodig hebben. Ze gebruiken nu vooral jonge, nieuwe verdedigers. En op zich is er niet echt een groot probleem. Vooral als Eric Garcia ook nog zou komen, hebben ze een prima verdediging. Maar ja, Umtiti, waar moet hij naartoe? Eigenlijk is de meest concrete club momenteel qua interesse Zenit Sint-Petersburg. En dat zou op zich wel een overstap zijn die zou kunnen gebeuren. Ja, we weten niet echt hoe Umtiti hierin staat. Waarschijnlijk kan hij daar ook heel veel geld verdienen en vrij weinig hoeven te doen. Dus als hij dat wil, dan zal hij die overstap vastmaken. Ik denk dat Barcelona er echt alles aan zal gaan doen om een transfer als deze rond te maken. En ik denk dat we daarover dus ook in de komende weken meer gaan horen. Ik denk wel dat Umtiti echt op nummer 1 op de transferlijst staat wat betreft Barcelona-spelers. Misschien met een speler als Pjanic erbij, maar dat zijn wel echt de spelers die Barcelona heel graag kwijt wil. Dan, Memphis Depay. We weten er wel iets meer over, anders zou ik deze video niet maken. Er is namelijk een nieuw gesprek geweest tussen de sportdirecteur die Laporte heeft aangesteld, of in ieder geval iemand die onderhandelt over de transfers, en het management van Depay. Deze ontmoeting tussen management van Depay en Alemani, zo heet hij, is waarschijnlijk wel weer goed verlopen. Mensen verwachten nu dat Depay akkoord en genoegen gaat nemen met een lager salaris. Misschien kan dit salaris na een jaar al weer opgehoogd worden als de financiële situatie bij Barcelona iets wat verbeterd is. Hij is momenteel 27 jaar en wil nog heel graag die overstap maken naar Barcelona. En ja, als dat echt jouw droom is in jouw carrière, dan wil je dat ook doen tegen een lager budget. Dus het zou logisch zijn als hij die overstap toch gaat maken. En ik denk dat we weer een klein stapje dichterbij een overstap van Memphis Depay naar Barcelona zijn. Het zou echt een hele mooie overstap zijn. Hij gaat sowieso een transfer maken. Hij is gratis. En ja, weet je, Barcelona kan hem nooit goedkoper krijgen dan deze zomer. En hij kan waarschijnlijk miljoenen meer verdienen bij ploegen als Juventus of Inter of Atletico, die ook wel eens genoemd worden. Maar hij wil naar Barcelona en wie houdt hem tegen? Hij moet het doen. Deels de reden daarvoor is natuurlijk Ronald Koeman. En ook voor hem een klein nieuwtje. Waarschijnlijk gaat zijn contract verlengd worden. Ligt natuurlijk ook nog wel een beetje aan de seizoensafsluiting. Maar hij doet het geweldig. En het is mooi om te zien dat hij zijn draai daar zo heeft gevonden. Dit waren alle transfers van vandaag. Het waren er heel veel. Maar er is ook gewoon genoeg nieuws. We zijn snel terug met een nieuwe transfervideo. Hopelijk vond je deze leuk. Heb je een blauw duimpje omhoog gedaan? Geabonneerd op Twinity. En zie ik jou de volgende keer weer terug. Jongens, de ballen. Laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. Joejoe.